Goedenavond kijkers, met trots mogen we zeggen dat jullie al 2 jaren lang mogen genieten van Tapa Bankstel. Het is weer vrijdagavond, Bankstelavond. Mijn gast van vanavond is Enver Panka en Aboy Bluff Me. Aboy bij wan watera, wel if na watera awani, dan krijgt hij water. Ik haast me even snel naar mijn gast, maar vanavond gaan we het mixen. Jullie krijgen ook een beetje van die gasten die al op de bank zijn komen zitten. Weet je, over hun ervaringen, wat ze allemaal hebben meegemaakt op de bank. Laten we gaan kijken naar Enver Panka. Welkom kijkers, welkom Enver Panka. Eindelijk hè? Eindelijk, maar weer laat. Ja, ik moet gewoon beter met me moeten afstemmen, want nou, mijn kassangeet ligt even naar mijn schuld. Morete. Dat is jouw schuld, simpel. Oké, maakt niet uit. Simpel, je maakt het moeilijk. Maakt niet uit, je hebt dan water gevraagd, je wil op water zitten. Ik zie modder. Ja, maakt niet uit, maar het is water. Water maakt modder. Oké. Okay. Is dat weer toch, we zitten hier bij Broki, om jou te doen, ja zo. Is dat weet toch? Mm-hmm. Wie is je vader? Mijn vader is Henny Panka. Mm-hmm. Bekend als de manager van Ax Kawina Loco. Wat amansa alde altijd aan Ax Alasi? Nou, amansa alde altijd, maar amansa ite kamoni. Amansa ite kamoni, amansa hantafa orde. Mm-hmm. Weet toch? Dat is mijn vader. Oh, en je moeder? En je moeder? Mijn moeder is Gisela Panka Lekton, mm-hmm. Geboren in Ikeri. En zij is bekend als docent. Oké. Okay. Ja. Hoe oud ben je? Nou, ik ben niet lang 26. Ik ben in 1985 geboren op 23 juli. 26 officieel. Je bent een pchima, je don't see me. Als aan ano de sansang, ano je leeftijd, ik maak je de one pchima of one biggie man, de san die man doe. Maar van je vier jaar, een biggie man of een young boy? Nou, mijn vier misref lijkt me. Gewoon lijkt me, zondag mijn vier kan de mijn ching, mijn vier jongen, zondag mijn vier kan de mijn vier ouro. Meestal mijn vier ouro wanneer ik klaar ben met al die optredens, met het werk. Mm-hmm. Weet je, dat voel je je oud, ja, dan moet je rusten. Waar ben je opgegroeid? ik heb tot mijn 13e gewoond in Charlesburg. Daarna een jaar op Flora. Mm-hmm. En van mij 12 jaar op Helena Christina. En je bent nog steeds daar op Helena Christina? Ja, ik ben nog steeds op Helena Christina. Dus voor Helena Christina, ik trap op brom, gewoon te jazo. Alleen maar om tapa bankstel. Nee, alleen omdat jij me hebt gevraagd. En hoe was het in die buurt? Nou, in Charlesburg was het heel stil. Ik heb een prettige jeugd. Daardoor gebracht. Een prettige periode daardoor gebracht. Mijn mama, mijn pa, kweki mille speki fasi. Mijn broertje en ik. Op Flora waren we meer binnen. Mm-hmm. Want volgens mij waren mijn ouders bang voor die naam van die buurt of zo. Ik zag er niets verkeerd aan. Want ik ging elke ochtend vanuit Flora naar school.
De Monseigneur Welfing School. Oh? Ja, ik zat daar op de Mulo School. En dan, ik heb gewoon gezien aan docent van Sandra Plan voor mij, zitten ze niet meer daar. Dus ik ging met de fiets vanuit Flora naar school en naar huis. En er is me nooit iets overkomen in dat jaar. Dus ik denk dat a paniek bedef zo. Daarna zijn we verhuisd naar Helena Christina. Daar ook rustig. En gelukkig goed ook. Weg van die drukte. Dus als ik me rust wil, hoef ik niet eens buiten de stad te zijn. Ik ga gewoon naar huis. Snap je? Vele mensen vinden dat ik met tabak ga doen. Maar ga de chemie. Maar Jereno, wat voor soort klein jongen was je? Op de eerste plaats hield ik veel van mijn broertje en ik hou nog steeds van mijn broertje. Ik heb altijd zoveel mogelijk geprobeerd hem te beschermen. Ik was koppig op zijn tijd, gehoorzaam op zijn tijd. Ik hield van klimmen. Dat was mijn hobby toen. Ik hield van klimmen. Ik heb 4 keer hersenschudding gehad omdat ik van klimmen hield. Ifadong? Ja man, grof om ifadong. Serieus? En ik ben daar aan het jumpen. Ik kan ook aan het jumpen op Chimboy. Maar je hebt nooit in een fit aan een man. Chimboy ding. Ik zat op de kleuterschool, ik ben voor op het af van boy MP. Maar tot nu toe zijn we de beste matten. Zo is mijn prita, maar ski eten aan mijn vader. Wie is dat? Hij heet Rens Houten. Is iets dat ik nooit meer vergeet. Altijd wanneer mijn vader me kwam halen met zijn atlas. Dat is dan een bagagedrager dat we blok Chintori. Maar die aboy gekroet toen ik mijn banka voor op het af man. Heeft mijn vader niet met me gesproken op weg naar huis. En dan voor mij vijf zo'n zakken. En ik zeg, hoe rent het altijd? Ik word dan one day mijn fooi vast aan. Welke school heb je allemaal bezocht? Op de lagere school. Mijn lagere school was de Maria School. Daarna de Monseigneur Wilfing School tot de 3e klas. Want dan zijn we verhuisd naar Helena Christina. Ik heb mijn laatste jaar afgerond op de Johannes Vrolijk School te Lelydorp. Daarna heb ik gezeten op SGL, Avondhavo. En ik heb het gelaten. Want op den duur begon ik te werken en het werd zwaar. Werk en school tegelijk. En had je vriendinnen op die scholen? Nou, nee. Vriendinnen in welke zin? Schatjes. Nee. Serieus? No. Ik had 1 vriendin. Met mijn eerste vriendin had ik toen ik in de 3e klas zat, volgens mij. Mulo school. Ja. Ja, ik zat in de 3e klas als ik het goed heb. Dus dat heeft 9 maanden geduurd, ze woonde in de straat bij mij. Het heeft 9 maanden geduurd. Daarna had ik mijn 2e vriendin. Dat heeft 4 jaar something geduurd. En in die periode van Avondhavo zat zij op datzelfde complex. Dus ik ben durf op een schatje eraf. Want haar lokaal was net tegenover de mijne. Hij is door lid naar Afensrip en hij kan chemie. Dus je was bang voor haar? Nee, ik was niet bang. Maar dat zie je niet een kans? Nee, ik ben vrede. Eet mij op de zand en ik ben op. Tak taki en als je doet kibri sani op den duur, je wan shi wan di en moro betere iprit miskin. Maar je vrede sheng? Ko tak me vrede sheng. Ana tak me vrede sheng. Ik vermijd schande. Snap je? Ana tak me vrede. Ik heb het liever niet. Oké, en ver. We gaan even luisteren. We zijn al 2 jaren bezig. Tapa Bankcel is al 2 jaren bezig. We gaan even luisteren naar enkele gasten die we al hebben gehad op de bank. En het alles gebeurt in... Ik vind het een heel leuk programma. En het laat echt duidelijk de mensen zien die jullie op het bankstel nemen. En nogmaals, de kracht van Simpel is dat hij ze echt ook naar voren laat komen. Hij laat ze simpel naar buiten komen. Niet eens simpel, echt. De echtheid van de mensen komt naar boven. Dus ik zou zeggen, ga zo door. Mensen houden van het programma, dus joepie popie. Simpel en popie nog meer. Voor mij hoeven ze niet bang te zijn. Simpel stelt je op je gemak. En voor je denkt, speel je met hem mee. Want ergens is het een heel leuk spel. Dus una vrede. Voor mij was het sowieso positief. Omdat ik ook wist dat er vanuit de samenleving een heleboel vragen waren.
van mijn kant uit. Je kan de stelling innemen van eten als je privéleven en je wil niet dat mensen dat weten. Maar aan de andere kant hou je ook rekening dat je publieksfiguur bent en dat mensen nieuwsgierig zijn. Ze willen weten hoe het in elkaar zit, hoe je bepaalde dingen doet. Dus dat is ook de reden waarom ik alvast toen ja tegen je zei. En daarna, ik denk dat het in mijn voordeel heeft uitgewerkt, want die uitzending was nauwelijks afgelopen. En vooral vrouwen hebben me toen gebeld en zeiden tegen me, het liefst zou ik je nu een bressa willen geven. En het alles gebeurt in... Enno, maar heb je een vriendin nu, Rem, na de break? Bent u op zoek naar huishoudartikelen met een K van kwaliteit? Kom dan langs bij ProTrade. Wij hebben koelkasten vanaf 9 kub tot en met 26 kub. Staande vriezers in verschillende afmetingen en kleuren. Diverse modellen afzuigkappen voor elke type keuken. Stenen steelgasfornuizen en kooktops met 4 of 5 branders. We hebben verder een uitgebreid assortiment aan microwaves, inbouwovens en dishwashers. Als officiële agent van Frigidaire bieden wij een jaargarantie en deskundige aftersales service. Ook voor wasautomaten en drogers met of zonder stoomoptie bent u bij ProTrade terecht. ProTrade, Quattaweg nummer 6, tussen de Nieuwe en Oude Charlesburg. Beautifying your home is our mission. Papa, go drink and go palm. Mega hair story, mega clarity. Daru, daru. Papa, kapap. Aben so problem. Papa, kere wagi pa en montera la story. Gie en papira, dat is koud hoor ik ba. Oh, verzekeringsbewijs ja, dan heb je dan die man die zij moet doen. Even dat ben ik voor mijn motorfiets. Brown fiets, wagi alles aan de kant dat ben. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 3:30 's middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, aan de wandeling. Bapabol, hinga, trutrokeuring. Je mag nu vertellen. Nou, ik zit al 6 jaar in een relatie. Mijn vrienden niet naar Moefa niet betrouwen. Mm-hmm. Met trots? Ja, mm-hmm. Ik mag het zeggen. Mm-hmm. Naar mijn schatje, hè. Echt naar mijn schatje. Hij weer mijn idee. Het is mijn kleine oma. Ze is ouder dan me. Eigenlijk zijn al mijn vriendinnen ouder dan me. Hoe oud is ze? Ze is een jaartje ouder, ze is 27. Oh, en je vindt het niet erg, toch? Nou, van die oudere ze... vrouwen kan je leren. Op mijn oude fiets moet je leren, hè? Ja, toch. Dus ze is een oma van tijd tot tijd, een jonge dame van tijd tot tijd. We kissen voeren, maar men zegt wie men lief heeft, kan statement, mm-hmm. Toch? Dus hey, ja, we hebben het al. Of zij heeft het al 6 jaar met me volgehouden, want ik ben eigenlijk op zijn tijd een lieve jongen, mm-hmm. Maar... Maar ik moet weer de manier toe. Bijvoorbeeld een gedrag waarbij een andere dame misschien eerder gezegd zou hebben dat ze wil stoppen met die relatie. Mm-hmm. Maar ze heeft het volgehouden. Ik heb haar ook volgehouden. Mijn naam is Winnelop, tak in mijn idee. Mm-hmm. Ik heb het getolereerd tot nu toe. Dat is liefde eigenlijk. Maar waar hebben jullie elkaar ontmoet? Eerste ontmoeting? Eigenlijk op begin van moeren. Mijn vorige relatie stond op de klippen. En. Ze was daar. Maar waarom stond die eerste op de klip? Omdat mijn ex-vriendin niet eerlijk was. Abor, Awakaji. Ja, en als ze maar bij doen, puur boor zo.
Dus ik dacht, ik ga het zelf dan met je noemen. Ik ben niemand, zo longo bar. Ja, ik weet niet meer. Het is maar die, ik kon tot de ontdekking dat Edwin openlijk in een bevier van Fassi en een behati. Ja, want Samsa. Eigenlijk was die relatie mijn eerste echte relatie. Mm-hmm. Dus die echte relatie. En mis op die relatie dat ja, toch? Dus we waren gewoon vaak samen. Zij was nakslid. Mm-hmm. Ik was nakslid. We zaten in dezelfde groep. Dus... Maar even, waar was zij die eerste? Nee, ze was die tweede. Nee, maar eerste, wat ik bedoel? Ja. Oh? Ja. Kotika? Ja, man. Ja, man. Oh, ja, dat loopt. Je bedoelt Sean. Je hebt het ook. Ja, ik mag op hier boos wat je denkt reageren. Ja. Dat kotika oer. Kotika oer noemde na skroefu. Oké, skroefu. Ja, maar in bij de eerste moer is aan mijn skroefu. Aha. Dus dan... Dus dat heeft je pijn gedaan? Ja, het heeft me pijn gedaan aan de ene kant, maar toch heb ik... Dan heb ik niet goed gedaan, maar in was het pas je toch. Omdat ik heb er een keer gewoon op heten dat betrapt en dan... Maar als man of chimie. Mm-hmm. Dus Michi als mama als man of chimie en ik stond net langs de weg. Dat als man reep sap en ik ben baren in wat opzit dat je moet stoppen ermee. Mm-hmm. Is dat niet toch? Dus ik dacht... Maar je moet ook eerlijk zijn. Heb je gehuild? Nee. In een kree? Nee. Ik heb het altijd gezegd dat... Relatieproblemen mogen geen problemen zijn. Mm-hmm. Ze mogen niet... Ze gaan altijd effect op je hebben. Maar ze moeten nooit zodanig effect op je hebben dat ik kreeg brokkosakken of zo. Ja, want soms kan brokkosakken sommigen eten niet. Ja, is klopt. Nou, minjaar. Injana? Injaar moro voor. Goro voor minjaar. Dus ik denk, mij volgt tak, dat het geen zin meer had. Dat ik begin scharrel met mijn huidige vriendin. Een dag na de verjaardag, of kon het ook een dag na de verjaardag. Ze heeft haar feestje gevierd in Naks. Op 14 november met potasmana Osso. Toen was het al voorbij 12 uur, dus het was al 15 november. Maar ja, ik aan mijn verhouding. Zo rasma dat we hebben genoeg getuigen. Mm-hmm. Sashi, dat ik je aan mijn verhouding vraag. Dus je hoeft niet te vrezen. Als ik zie me wat zie je tegen me. Zo rasma, kijk boven zoveel sterren. Romantisch! Dat is het later. Dat is een jong boy, je kwam aan de toen zei ze ja. Vier dagen daarna belde mijn vriendin dat ze me heeft gezien. Mijn ex-vriendin belde me dat ze me heeft gezien. Met haar hand in hand, bla bla bla. Zo, Mr. Rasmus dacht, oh ja, ik liep met mijn vriendin. Ja, dat wil ik niet meer. Ik weet nog dat ik tegen haar heb gezegd. Niet leuk misschien. Mm-hmm. Maar ik heb nog tegen haar gezegd van ja, als je zegt dat je me niet meer wil, dan... Zie het alsof je me hebt verlost van iets. Want het leek meer op een verlossing dan op het beëindigen van een relatie. En zo. Mm-hmm. Mijn naam is Milo Paybakato. Mm-hmm. En ik ging in de moer op Chimoni. En we gaan nu. Dus je bent eigenlijk haar dragen? Ja. Je laat niet makkelijk los? Ik laat wel gemakkelijk los. Of laat zeggen, ik vergeef snel, mm-hmm. maar ik vergeet nooit. Mm-hmm. En als ik die situatie, als ik ooit weer in een situatie kom, ben ik kan kiezen baka, breed me mag kiezen. Dus ik vind loer me van op een bankstel met loer die actie me aan weer de zand. Je nou know, maar zet nul op in het openbaar, stel op. Dus, wat voor ras zit naast me? Is het een mix of een puur ningere? Want de sansa meer, ja, die stak je bij je ingi ini. Nee, mina puur nengre. Eigenlijk mina bij een pikkie tapasant, want de meeste mensen vragen zich af of ik nou Bosland Creole ben. Ja, die vraag heb ik ook op FB gehad. Of Stas Creole. Want je zingt in Bomiki, Okans. En want je actie me voor stel je vraag als je Marons bloed hebt. Nee, ik heb geen Marons bloed, maar Marons bloed van een stad Niger, na Semre di Burudu. Mm-hmm. Want als ik bij een Hindustani in een pokoe heb, dan heb ik geen Hindustans bloed in me. Ik heb alles in mijn hand. Wat er aan de mangba. En dat probeer ik mensen altijd wijs te maken. Dat het niet gaat om. We moeten dat ding niet gaan bekijken van zo iemand simpel naar af Ingi, af Chinese en ver naar af Hindustani, af Japanese. We moeten dat aan de mang. Ik bekijk dat ding niet meer als er. En breed me in alle pokoe mijn potwa een Surinaams steentje misschien in de volgende wat. Van de Hindustanse taal, Japanse taal. Mm-hmm. Alas, toen was het niet, want die is het moeilijk. En,
Volgens mij een populariteit. Je bent artiest. Mm-hmm. Je bent populair geworden. Mm-hmm. We gaan straks even terug waar het is begonnen. Maar je vriendin, mm-hmm. hoe gaat ze ermee om? Nou, ze is cool. Omdat ze weet wat ze heeft. En wanneer je een relatie met iemand hebt, moet je gewoon goed kunnen afstemmen. Mm-hmm. Is dat beter? Je moet die persoon gewoon blind kunnen vertrouwen. Ik heb het altijd gezegd, een fan blijft een fan. Mm-hmm. Mijn relatie blijft mijn relatie. Mm-hmm. Met muziek begon ik als hobby en het is nog steeds mijn hobby. Ik heb het niet gedaan om populair te worden. Toevallig, ik kom pak uit zo. Maar omdat het nooit... Het was nooit mijn bedoeling om die bekendheid ermee te bereiken. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Daarom blijf ik liever als ik een bekendheid nodig. Ik blijf mezelf. Goed zo. Maar heeft ze geen last van je fans? Want ik heb op FB, ik heb Mangayuna via FB weer communiceerd toe. Mm-hmm. We bluffen elkaar andere. Maar zie een heleboel vrouwelijke fans. Ja man. Ik heb je toch, maar vallen ze er niet lastig? Want je hebt zo'n van die lastig. Nee, nee, nee. Ik heb me aan toelezen dat ik mijn kotjes krijgen. En zo. Maar als ik vind dat ik mijn kotjes krijgen. You are not you. Ik had dat schrijf na één zitten en dan mijn schrijf erop en zo. Dus als je dat vasthoudt, dan zijn we op één lijn. Mogen we even gaan praten met haar? Succes. Oké. Okay. We gaan even luisteren naar zijn vriendin. Hij is lief, maar niet jokken. Maar soms moet ik ook heel veel praten. Mm-hmm. Omdat ik gewoon niet luister en soms gewoon mijn eigen weer lief. Maar hij is wel erg, dan moet ik het maar doen. Soms weet hij dat hij bijvoorbeeld 5 uur ergens moet zijn. En 4:15 kijk hoe ver we wonen. Dan draait hij een paar maanden nog. En dan moet ik echt van, en voor je weet dat je zo'n tijd daar moet zijn. Ja, maar je bent mijn moeder toch niet? Zegt hij altijd. Ik speel zijn tweede moeder. En je weet dat je voor mij speciaal bent. Ik wens je alle succes toe in alles wat je doet. En je weet dat mijn lobby voor jou groot is. En voor was ze geboren in de, hoe heet het? In de baarmoeder al onrustig. Heel woelig. Ik dacht dat hij een voetballer zou worden, want de ene keer lag die buik zo, de andere keer lag het zo. Maar om een lang verhaal kort te maken, Enver is als een... Enver groeide een boy die je beschikt kan bij life potentie. Enver gezegd, er zijn je rap. Iedereen heeft een moeder. Die moeders werken vreselijk hard. Jullie kennen de moeders niet. Dus gaan jullie niet aan de moeder. Vrouw, ik ga naar Nigeria een keer en ik hoor een CD draaien. Die motherfucker en de dit en de dat. En ik vraag, ik zeg, hey Timothy, zoem maar bij een CD. Tante is ever. Ik was helemaal verslagen. Ik zei, en mijn kieren het idee. En nu begrijp ik van hem dat er nog meer waren. Maar hij zegt, het was een begin, dus hij was nog tastend bezig. Maar nu heeft hij het wel gevonden. En dan hoor je dat je, die dingen komen er niet meer in voor. Er worden misschien opmerkingen gemaakt van, ja, Luku Enver, zo'n bekend man, dat Luka mijn vriendin, bla 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 bla. Misschien is ze niet de perfecte, maar voor mij is ze perfect genoeg. Snap je? Omdat Asma de kleurpotloden, die punten van de kleurpotloden zijn altijd scherp en ze doen altijd een goede job. Asma sap van je kleuring. Mm-hmm. Weet je? Temi skeer, Asma ap money, minus skeer. Mm-hmm. Temi ap money, Asma skeer, Asma no skeer. Dus we leven met elkaar. En geluk, wanneer ze me vraagt of ik lobe ete, mijn pik Asma dat nee. Want het is ver voorbij dat niveau. Mm-hmm, mm-hmm. Na Gwenti. Dus mijn lobe moro mi Gwentengba. En ja, zolang ik als je mooi bent van binnen, ben je mooi genoeg. Maar ben je nooit in de fout gegaan? Nooit in een misstap? Mm-hmm. Hmm? Serieus zo? Mm-hmm. Hoe? Een aantal keer, bijna elke dag. Hoe? Maar het is legaal. Ik wil het weten. Ik mag van haar. Uh-huh. Maar, wat mag je van haar? Ik mag. Dus dat wat in de fout gaan? Ja, maar ik mag van uitlopen? Haar. Ja. En ik heb het vaker gedaan. Maar het leuke is dat ik het steeds doe met diezelfde persoon. Wie is dat? Zij. Oh? Dus elke keer een andere ik persoon. Ik weet zo'n vrouw zou ik wel willen.
Ik miskreeg, jong. Dat is elke keer weer. No, maar even serieus. En nooit in een mik one fout, want je hebt een heleboel. Is dat toch? Ik ben een flirter. Milop, ik hou van flirten. Want to race me facile. Met dat kan gewoon. Want to race? Of dat, hè? Want to race me facile. Maar. Wat bedoel je dan niet facile? Oh, je hebt aangeraakt, ja, geflirt. Ja, maar een escroefo. Maar heb je er verteld dat je hebt aangeraakt? Want nee. Disna? Nu. Hé. Hey. Het is in Spang. Nou kijk, aan het tak. Fassie als. Want kijk. Eigenlijk weet ze het al, want ik ben iemand, moet ik gewoon, ik hou van borsten. Milo Bobby echte. En mijn vast Bobby lid naast mijn fessie gewoon. Echte. Als mijn lobby, hè? Ja, maar. Als mijn lobby. Ik doe het met mensen. Kotak, ik doe het met mensen. Zijn, na sa mi gwenti en na sa asma gwenti. Lija no wa mi lija no wa yera sarati. That na you lija. And you up lija linga na you finger. Mi tro na nga mi apuku en mi apuku lop umasuma sani desa. Anes pa. That's not that you score you jeng. Ya man. En for ek fendi luik dat yo. Hey, no mek na apuku man. Volgens mij moet proberen dat jullie jaren. Ik ga gewoon twee dagen zeggen. Als ik het aan je hoor, wie is af de bank, zou ik naar de Mensen hebben ook gevraagd, waarom zet hij zijn mond altijd zo? Waarom zijn zijn lippen altijd naar na mickey en mickey, naar sexy, you want play, wat is dat ding? Trek je vrouwen, ze zeggen je doet iets met je lip. Ik weet niet, want je tegen mij laatst dat ik mijn look een soort fascie. Ja. Ik weet dat ding gaat gewoon vanzelf. Ik heb vragen gehad als, waarom is hij zo aanstellerig? Waarom is hij zo onbeschoft? Waarom kijkt hij altijd zo zuur? Maar is don't say me ja zo. En misschien dat je nou een flexie man en ik ken je al jaren. Dat ding van mijn zuur gezicht is dus eigenlijk meer ben voor mijn pa. If this machine mijn pa, dat begrijp en voor zei dit. Maar mijn vader heeft een geweldig karakter. If hij leert op mijn pa, of ja mijn pa begin gitori. Mina eigenlijk lati. Me begin going me pa echt, want alles was strak. Is heb toch respect. En dat respect heb ik nog steeds voor hem. Maar nu gaat hij meer met me om, like, I'm a biggie boy. Je weet toch, no a kick safe voor I'm a Ecuador. Waardoor je volgt dat zomaar denkt men dat I'm a strak, I'm a onbeschoft. Dus if je leert sap me pa, like, if je leert sap me, dan krijg je een heel ander beeld. En waarom ben ik onbeschoft? Ik ben alleen onbeschoft. Want dus je bent wel onbeschoft? Nee. Iedereen is onbeschoft tegen mensen die onbenullige dingen tegen ze zeggen. Of onbenullige dingen aan ze vragen. Je kan niet verwachten dat heer die moet aan smile even je actie nu aan de lolo's aan. Je weet toch? Zijn er die lolo's aan zijn met je actie? Ik weet niet, maar ik ben eigenlijk niet onbeschoft, maar en ik raak ook niet gauw geïrriteerd. Dus if Sma vindt dat ik me onbeschoft, dat echt dat is mijn poes en gofara. En de meeste mensen horen van anderen dat ik onbeschoft ben en ze vertellen het gewoon door. Ik heb iemand, eigenlijk in Malus don tapa bankstel. En misschien vindt men me daarom aanstellerig, toch? Maar ik ben geen aanstellerige jongen. Aanstellerige mensen gaan niet om met anderen. Aanstellerige mensen zijn brajari naar de soort zand. Look bijvoorbeeld Kuno Ravenberg. Nou, man, ze hebben schimmelijk gewoon weer de man toe. Men moet het als het ware gaan afleren. Want volgens mij ben bekend. Smano, ben je dat mee onbeschof? Smano, ben je dat mee aansteller? En dat moeten jullie afleren. Ano, boom. Takangade. Hoe kan tappen? Want jullie zorgen ervoor dat goede muzikanten stoppen met hetgeen waarvan zij houden. En hetgeen waarvan jullie houden, dat we vinden dat ze een man op talent, ze een man op potentie en bla. Maar na unusa etak de sani e broko desma. Utapeng. Ai, Enver, we gaan even luisteren naar een paar van die gasten die al op onze bank zijn komen zitten. Vertellen, wat heeft mogen ervaren van Tapa Bankstel, de naweeën van Tapa Bankstel? Dus ik ben tot nu toe nog niet uitgesproken. Ik wist nooit dat zoveel mensen naar het programma keken. Eigenlijk heer Sranang, Eluka programma. Overal waar ik kom, vertellen mensen me op de bank
op de markt, noem maar op, zelfs in DNA. Dus vertellen mensen me van meneer Misikaba, wat heb je op de tapabankstel gezien? Het was geweldig. Zelfs in Nederland. Laatst kom ik uit Nederland en ik heb verschillende mensen daar ontmoet. Ik heb begrepen dat familieleden direct overbellen naar hun familieleden in Nederland om te vertellen wat er weer tapabankstel was. Mm-hmm. En bij mijn terugvlucht heb ik nog een stewardess ontmoet in het vliegtuig. Die zei me, meneer Misikaba, ik heb je bewonderd. Tapabankstel, het was iets anders, hè? En ik heb er echt van genoten. Wat ik ook heb gezien is dat mensen na het programma me belden, mensen die geestelijk nood hadden. Verschillende mensen, zelfs mensen die naar de gemeente zijn gekomen als gevolg van dat programma. Heer Srana Iluka programma, ik kan me niet voorstellen dat het... Laten we even proosten voor zo'n godoro, want misschien dat ik een kon feier. Na, je ziet toch, je staat met dat je toch zegt. Is dat een bankstel? Na, oké, okay, we drinken tapa bankstel. Mm-hmm. En je weet, hier mag je alles zeggen toch? Maar met respect. Tuurlijk. Ai, Enno. Je carrière is begonnen met? Tik. Eigenlijk die bloei van mijn carrière begon bij Tik. Maar daarvoor heb ik een CD met 9 liederen uitgebracht. Dat was ergens in 2001 met een toenmalige vriend van me, Elvin Meinaert, Ella. Die groep heette, we vormden een duo en we droegen de naam DLA, de Lyricale Assemblée. Want, ja, maar een beetje praat. Oh ja, heeft niet zo lang geleden aanrijding gemaakt. Dus Ella bij deze beterschap. Mm-hmm. En daarna begon ik met Tik. Toen begon die bekendheid onder de jongeren. Want Sapsarana mal op Trobi en tik bij Apwa Trobi na 409. Rem. Dat is na de break. Panel PVC Building Systems, uw PVC speciaalzaak. Bij ons bent u terecht voor 10 panel PVC plafond en wandsgrootte in de afmetingen 10, 20 en 25 cm met een lengte van 5,95 meter in wit gekleurd en met motief. Nieuw in ons assortiment, 10 panel PVC wandsgrootte met een afmeting van 1 bij 2,95 meter. Voor een hypermoderne vloer kiest u voor 10 panel PVC vloerlaminaat in glanshoutpatronen in verschillende tinten. Voor de uitschiet gebruikt u natuurlijk 10 panel PVC uitstekgrootte en met de King Panel PVC buitenwandsgrootte ziet uw huis er meteen stijlvoller uit. Dit alles met de bijbehorende King Panel PVC afwerkprofielen. Wij zien u graag in onze King Panel Showroom. King Panel PVC Building Systems, Jacob Rijntjesstraat 13, Zijstraat van de Kernkampweg, telefoon 53-317 of 53-319. Ons filiaal in de O6-verbinding nummer 54 te komen wijnen, telefoon 035-45-29. www.kingpanel.com. Ai, mm-hmm. Want dat ben ik wel, daarom is dat waar ben je begonnen. Mm-hmm. Sabi de Atrobi, want is er nog een ruzie? Laat me dat alvast vragen. Nou, ruzie? Tipje, je doet alle lolo's aan je. Maar naarmate je ouder wordt, begin je te beseffen dat hetgeen waarmee je bezig bent geen vruchten van zich afwerpt. Tik en 409 staan nu gecontracteerd onder één label, mm-hmm. Juist Records. Mm-hmm. En we hebben verschillende liederen samen. Men kan ons vaker bewonderen op het podium, samen. Dingen mm-hmm. die men nooit gedacht had. Dus Atrobi Kiria. Maar over zijn Atrobi Bego eigenlijk? Ik weet niet wat het probleem tussen Tik en 409 was, want ik kende Tik niet. Mm-hmm. Donafi hoorde een lied van mijn CD. Een CD voor DLA en heeft toen een paar liederen van hem gestuurd. Mm-hmm. Met zijn adres. Dus dan ik gomita man. Mijn ruzie met 409 begon doordat ik rapte met een toenmalige vriend.
En ik schreef een poku en ik voer een poku. En volgens mij heeft hij zich voorgedaan dat ik even naar mijn schreef een poku. Heeft het met ze opgenomen. Dat ik sticht aan Trobi. Dat ik in Gwaholland. Dat ik liep dit trauma in Trobi. En ik van mij toch? Gelegenheid toch? Dus die mimiet naar Donafi, mijn koeire tak Donafi naar Tek bij Aptrobi naar 409. En we waren verhit, want die bakka die papa touchi de zijn we de studio ingedoken voor Pura Atibron op die jongens van 409. En van het een kwam het ander. Snap je? Dus op den duur stonden we zo bekend, beide groepen, we stonden zo bekend onder de jongeren, maar. De biggest man bij Lobo nu aan het waren onbeschoft. Zal ik je wat vertellen? Ik zag dat ik bij Lobo vanaf dat ik me bevolg. Ik zag maar wanneer ik me stop met hem tegen. Want het was een poko die ik heb gehoord. Mijn zoontje is fan van jou. Vanaf dat ik denk. Dan arke wanneer ik me jammer doe met een walk-on, een headphone. Dan dacht ik even luisteren waarnaar je luistert. Dan jaren een poko bij je broek van je vrouw. En niet te zuinig. Ja. Je zei toch vanaf de adirat met hem man stop met tik. Met tegen mijn rem toe, toch? Je zei wat die zei je make-up aclip toch? Hoe over welke je vrouw ging het? Het ging over je vrouw Watson. Begin je vrouw Watson, begin je verontschuldiging in de camera aan te bieden aan je vrouw Watson? Nou. Nee, ik ga het niet doen. Waarom niet? Gewoon, ik ga het niet doen. Heb je nog steeds ruzie met je vrouw Watson? Nee, ik zie haar niet eens. Maar samen heb je aan je vrouw Watson? Je vrouw Watson is die moeder van die jongen die me dat ding geflikt heeft. Wat is eigenlijk geflikt? Eigenlijk zou ik het niet doen. Maar biggies matter. Dus dat zeg ik bij deze sorry. Ik zeg sorry aan ieder die ik heb uitgescholden in mijn liederen. Ik zeg sorry aan al die mannen die ik heb afgetakeld tijdens die ruzie. Ik zeg sorry aan die politieagenten die me zo moeilijk naar post uitvlucht. Adi, die is rood om mijn fetti. Oh. Ik zeg sorry aan mijn fans. Ik zeg sorry aan mijn ouders, want jullie hebben me niet zo opgevoed. Ik zeg sorry aan mijn broertje, omdat ik een goed voorbeeld moet zijn. Ik zeg gewoon sorry aan iedereen. En ook sorry aan Spali. Want eigenlijk, Spali weet wel waarom ik sorry tegen hem zeg. En Spali, man hij bij de vijand aan kruidje in dat ding. Maar nu de man hij naar de guru de brada. Is dat weet toch? En mij eteg je sorry. Omdat mij sap voor zij de meegien. En jou sap voor zij de meegien. En dit man hij loopt sap ook toe voor zij de meegien. Sorry aan iedereen. Tak mij nou doen was gewoon een kikker. Oh, ik miskreeg je even. Ik ken je niet zo. Ik zou meneer Panka even roepen hoor. Maar, ik maak een boel naar 409, ja. Een vinke poeri uit Tik. Nee. Dat heeft hij gezegd toch? Nee, die man verklaart dat hij dat heeft gedaan, maar nou was man een poer me in Tik. Want ik sta onder contract. Eigenlijk naar man, naar Mighty Youths, maak ik ons zo biggie. Nee. Moro biggie. Nee, a biggie. Biggie naar Tik. Toen we Suriname mijn land deden, want toen Bigisma beko tegen me toen in dat ik dacht dat je geen andere dingen kon doen. Daarna verkiezingsperiode zoveel jaren front, drape a Bigim Bos echt en toen kwam Bomiki. Fink heeft me gevraagd om een samenwerking. We hebben het gedaan. Het voorstel kwam toen, vorig jaar juni, Ubogwa-Holland voor het tour, promotour. En de Mighty Youth zou samen gaan met Badr, Kwasi en ik. En ze hebben ons toen die naam gegeven van de Suri All-Stars. Ja, en toen, vanaf toen had ik hier. Maar Sam, Sana Trobi Fuyanga, Bomi, Mighty Youth. Eigenlijk, Mi Gua Mighty Youth, en ik spreek dat ook voor die anderen van de Suri All-Stars. Dimi Bigiro Konanga de Maat heb ik het met heel mijn hart gedaan. Maar als je Atino Kriye Shimang naar Asayu Eurocollect concurrent, dan gaat het op den duur niet lukken. Wat uitspraak doet toe, Samino bij de instak, het ging om Badr, tak inoman communiceren naar Awa Djuka. Het kwam uit Finkeskan. Amano taken tapa bangstel, Pier Borsu. Mamino aer trata bakano, alas mama smokomi. Aman taken kan niet communiceren met de Djuka. Daarna, in Nederland heeft hij de uitspraak ook gedaan, tak mim sap mi presi. Ook was er dan gewoon, hoe ben je gewoon, je weet toch? Bakadi u splits, amasukuf takatori ete.
Maar ik ben iemand, temtak mikba mikba. Mm-hmm. Isabi toch? Want ano dadelijk mo godoro, dan san commit me, is het mijn eigen schuld. Vele fans vonden het erg. En ik kan die fans best wel begrijpen, want agroepo betra, simpel. Agroepo betra, ik geef het toe, hoe stabiel, koro best stabiel, performance best stabiel, alles was stabiel. Mm-hmm. Maar niet alles dat blinkt is goud. Is dat beter? En Fink heeft gewoon veel gedaan, zang, met midrai bakagama. Mm-hmm. En ik vind het jammer voor Chachi, want Chachi en ik konden het heel goed met elkaar vinden. Minanga Fink toe, want toen ben ik op Ogri Hikes dan. Ik zei het eigenlijk, tapabang stel je mag tak alasan, maar ik zat Ogri. No. Ik keek gisteren nog naar foto's van die tour in Nederland. Daarmee denk ik dat ik heb je ook borsten daar aangeraakt? Wat? No. No, in Nederland niet. Milop Srana, Bobby. Oh, oké. Ah. Oké, okay, maar en? Want hoe abrap is dat? Je werkt, je bent nu bij de brandweer. Had je, wou je dat altijd worden? Nee. Mijn buurvrouw zei op een dag tegen mijn vriendin dat er een sollicitatie gaande was. Dus mijn probering. Ze heeft het vandaag gezegd, Tradi, mijn probering. Ik heb die brief gebracht, Alassane, mijn marke, mijn lengte, mijn gewicht en dergelijke. En ze hebben me 2 jaar laten wachten. Dus in een periode voor een tour simpel, dat om de ene dag met Belko brandweerkazerne actie deed. Dus maar dat nee. Jullie worden gebeld, maar dat jullie gaan mij niet kunnen bellen, want ik zit in Nederland. Ik ga u om de ene dag bellen om te informeren. Bakadat dis udoro. Nee, voor die sport, voor dat sollicitatiegesprek, want dat is begin eigenlijk, dat is heer draai begin in Milibi. Er is een instructeur daar, instructeur Piro. Mm-hmm. En die mij gaat apajari voor mijn sollicitatiegesprek kwamen we toevallig van een tour uit Curaçao. Udoro 5 uur om maanden. En om 7 uur was ik daar. Bedankt aan dreadlocks. De machine. Dus wist je niet, instructeur Piro, tegen mij dat nee. We gaan geen gesprek met je voeren met die dingen op je hoofd. Toen zei ik tegen me, niemand kan me verzekeren van die baan. Toen zei je, het is een keuze die je had moeten maken. Dus dat me kwam, tjuri, dat me wakker. Is dat beter? Kan die man bepraxeren dat ah. In last minder. Terwijl die me katjuri, omdat me sap dat barbershop no op waaijuru dat. Dus dat me guala tour per me kot me wiri op die hoek. Fala tour, routonde. Me wacht die te akel kon 9:30. Me kot me wiri. Me pote in wa saka. Me anga langa gua brandweer kaser na baka. Ama skreki, ama tak een ama sabe kwa nga de luk sokonde mo stukken ni fende di me go. Di me doro waro mo stukken der, mo stukken sate klaar. Oefoer dat gesprek mooi, daarna heb ik 2 jaar gewacht. En toen kreeg je die tour met de Mighty Youth, van de Mighty Youth en de Suri All-Stars. En ergens eind februari, de man belde dat we ons moeten aanmelden. En toen begon het. Maar bij mij gaat het erom dat Aman Teigimi Adi, 5 oktober 2009, instructeur Piro Teigimi, dat ik nou een keuze samo Abif Mickey. En mijn Mekka keuze. Het was niet mijn droom om brandweerman te worden, maar van bepaalde gelegenheden die je krijgt in het leven moet je gewoon je droom kunnen maken. Dus ik leef nu mijn droom en ik geniet van. We zijn ook gaan praten met mensen van je ploeg. En vandaar dat ik weet dat je vaak laat bent. Laten we even gaan luisteren naar die mensen. Aan het werk en voor is een overigens is hij flink. Hij komt. Laat me niet zeggen, altijd op tijd, soms is hij ook laat, waardoor hij bepaalde zaterdagen moet opkomen voor strafdiensten. Of geen strafdiensten zijn, correctiediensten. Zodat het gecorrigeerd kan worden om. Maar is het alleen wanneer hij laat komt? Is hij lastig in de klas? Nee, hij is voorbeeldig in de klas. Hij is voor ons een informele leider, zo moet je het zeggen. Oké. Lastig. Vroeger heb ik altijd met Enver gevochten, hoor. Waarom vochten jullie? Hij is altijd zo aanstellerig, verwaand. Daartegen kon ik niet echt. Maar Enver is altijd zelfverzekerd. Hij weet dat hij het kan en daarom is hij zo verwaand. Ik ben boos, maar altijd tegen een boos aan het gaan. We doen dit zo, doe een boos.
Kathedraal toch, bij die grote zoelaars. Toen zong je een lied en hij hield zijn kruis vast. En daarna kwam er een soort protest van weet ik veel. Maar in de kathedraal moet je nog het kruis vast doen. Sam Sanière. Laat komen, hoe komt het? Hoe combineer je het? Optredens en maandagmorgen opstaan. Zondag niet tot laat optreden, simpel. Zondag was je toch, laatst ben je een jong nietje, zo niet, hoe of zo? 5:30. S'morgens? Dat ga je doen? 6 uur, ik moet pas zo gaan roken. Zonder of sribi? Maar je neemt sribi naar klas? Adi dat me bar. Want als de man bar appel 6:45, heb je tot 7:30 nog de tijd om je voorbereidingen te treffen. Dus dan neem je af uur dat. Dan ta je eerste lesuur met veel moeite. Maar ik heb wel alle stof opgevangen, want ik ben bezig met PowerPoint-presentaties. Dus dan mis dan een telefoon en een foto die de presentatie. Dat hoef je niet te schrijven, toch? Bakkerat, pauze, Barry, 20 minuten. Val uit. 20 minuten, val uit. Tweede lesuur. Dat je de tweede pauze, 15 minuten. Val uit. Vissen hier de laatste lesuur. Hadden we gym. Ugo play team basket. Dus dat hoor me wiki. Door inzien, kan ik weer ketel pakken, mochten we naar huis. Maar wat wil je eigenlijk bereiken? Wil je met de brandweer doorgaan of zeg je van nee, ik ga me concentreren? Want sommigen nemen het werk als een inkomen. Is dat weet je? Voel man pai bijvoorbeeld, hoe dat weer? Studio kosten, naar de sanatie, voel kom horen, biggie. Wat ga jij doen met je zangcarrière? Nou. Muziek blijft mijn hobby. En... Oh, je wil niet tot je beroep maken? Nee. Waarom niet? Omdat in een schistraat in een echte tijd. Je verdient niet eraan? Ik verdien wel aan optredens. Snap je maar? Het beetje geen secret. Ik kan tak moeilijk aan brandweer, maar ik heb brandweer inkomen gewoon. Dat mijn verwaarloos aan roko en dat krijg ik door die verwaarloosing. Misschien eerste waarschuwing, tweede waarschuwing, dan laatste de man weer. De man tak even kunnen met jou niet werken, de man loest me. Dan heb ik muziek. We kan me niet eten aan. Want in die 2 jaar, nadat hoor me standen. Snap je? Dus brandweer loest me nu. Ik kan me niet aan poko. Goed dat ik kan me niet aan poko tot mijn 60ste jaar. A poko geen pensioen. Denk het niet hoor. Nee, nee. Ik denk het niet. Poko geen vrede. Nee, maar even kibram me niet boom. Ja toch, en dat is dat ding van mij. Mikundu. Oh. Mikundu. Je geeft niet graag uit? Nee, het hangt er vanaf waarvoor. Ik heb bepaalde doelen die ik wil bereiken. En om bepaalde doelen te bereiken moet je sparen. Snap je toch? En alibi te hangen hoe. Heb je kinderen? Nee, mijn vriendin heeft een kind. Oh. Een jongetje van 11 jaar. Maar hij woont in Nederland bij mijn vriendin's moeder. Oh, oké. Dus minusap, even binnenkort aan mijn kom. Dat blijft hij een jaar bij ons. Dat heeft mij nog bespaar. Dat is ook maar manage alibi. Je weet toch? Mijn vriendin helpt me ook. Jullie sparen. Wonen samen? Ja, we wonen samen in bij mijn ouders. Oh. Wegens omstandigheden. Ik wou wel weg. Maar mijn moeder heeft 7 jaar op Aruba gewoond. En het ayari die akombaka. Meteen tak mijn vrouw is toen vond ze, ja, je bent niet rijp genoeg. En jullie zijn nog zo jong dat een vrouw is. Hier hoeven jullie geen huur te betalen, bla 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 bla. Maar ik heb een accent, maar wat heb je een begin eigenlijk? Toen zei ze, ja, ik heb 7 jaar op Aruba gewoond en ik kom bij Karayogwe. Snap je dus? Mijn tang, naar mijn ma. Snap je toch? Je weet niet hoe lang je er hebt. Maar je hebt zelf niet aan baby's maken gedacht? Ja, een baby maken is gemakkelijk, simpel, maar afrantwoord toen zei ik kon hangen. Ik vind mezelf nog niet ready. Maar ik hou van kinderen. Milo. Vooral heeft nog een chimeisje. De man zei tak, taki. Heer die we taki. En Milo biep chillingere. Maar kinderen houden ook van jou, want ik heb een Michi tap FB bakken.
Uh-huh. Een heleboel scholen hebben me uitgenodigd, want we gaan ook iemand verrassen. Ja. We gaan thuis aan huis bij de persoon. Uh-huh. Wie het is, weten we nog niet. Maar we gaan drapen toe. En dan gaan we even snel kijken wie we hebben verrast. En dat alles gebeurt in... Die jas op boord, er is een zijde, tjubari. Ik zie nou waai. Kom raas. Zie je wat het is om een voorbeeldfiguur te zijn? Ja. Dus probeer niet in de fout te gaan. Kinderen houden van je en ver. Maar je moet ook gaan werken aan een kindje. Je moet niet kijken dat het te vroeg is. Ja, nee, kijk. Is dat weer toch? Want eigenlijk bepalen wij dat niet. Die man daarboven bepaalt dat. Is dat weer toch? Je gaat niet wachten dat je opa wordt. Nee, jij kan timen toch. Want Lukudja, ik ben constant op straat. Ik ben op pokoe naar Rokko. Want nu, ik ben lid van de organisatie Naks. En ik ben lid van acht afdelingen. Misschien komt er een negende erbij. Want midden van plan voor gopleen naar Naks kan je naar Rokko. Ook toe, eindelijk. Ja, het is al jarenlang mijn droom geweest. En nu de missie dat ik apassie op een gegeven moment met elkaar omzamen. Weet je? En als ik dan de hele dag op straat ben, dan naar vrouwen, dan naar China ofzo. Ja, maar je moet tijd maken, de man dat quality time. Ik ben gewoon date, zijn ik dan naar vrouwen, dan naar China ofzo. Ja toch, maar mij, dat na zijn voor mij begrijp voor wel eens apoko. Dan neem je ze mee. Dan neem je die kinderen mee voor go play apoko. Dat ik denk gewoon mee. Dan ga dat deel look, dat ik niet vast niks. Want was dat niet wel lief dat ofzo? Maar Jereno, een vraag dat me dus ook is opgevallen is... een van je collega's heeft gevraagd waarom je nooit alleen zingt. Je zingt meestal in een combinatie. Kan je het niet of hou je niet ervan? Ik ben... Dus ik loop altijd met die denk hieraan. Je talent heb je van God gekregen, toch? Mm-hmm. Waarom ga je het van jezelf houden? Mm-hmm. En... ik vind dat als ik samenwerk met anderen, Luko heeft meer ook om mij wang. Oké, het is meer werk op de eerste plaats. Maar als je samenwerkt met anderen, jouw idee is jouw idee, maar het blijft dan jouw ding. Terwijl even ik ook zie je idee naar het trama. Ik kom bij Miki ook alleen gedaan hebben. Toch? Maar hoe doen we dat? De mighty. Maar van wie is bij Miki eigenlijk? Bij Miki, dat refrein komt van eigenlijk een grootste deel voor Apokoen af mij. Toch? Vinke heeft me gevraagd voor een samenwerking. Er was nog geen refrein. En het is allemaal actie, ik ga doen, ik wiki naar de refrein. Ik dacht, we gaan naar de studio, go arki abit, want ik ga naar de studio, naar de baseline, go arki abit. Ik dacht, op weg naar de Amerika, dat if abit, ik klopt op de refrein, dan moet ik een poti. Waarom die door drapen, abit bij de precies die refrein. Dus dan met hij vind ik het een boy. Map waar een refrein ba. Dus dan zing ik haar refrein. Hij heeft zijn stuk geschreven. Ik was studio daarna. Hij heeft zijn stuk ingezongen. Ik heb mijn stuk geschreven die Amman bezingen. En van het een kwam het ander. Voor zin ik ook ba. Ik ben lang niet gegaan. Je was wat dat ook? Ja man. Apoko. Ja man, en dan apoku wan sorry, je was voor tamboen voor skin toe. Oké, want in Berika dat je naar Naks boy, ja. Man boy. Eigenlijk, om eens maar in actie te schrijven, ik ben RK gedoopt, maar mijn geloof is Winti. Oké. Dat is het. En we moeten het respecteren. Klopt. Is dat wie? En voor we gaan stoppen. Het was heel veel. Je kreeg van mijn hoofdsponsor 50 SRD beltegoed. Dat is TeleG, TeleSuur. Dank je wel. Van ProTrade, want dan heeft dat eten gebracht. Van ProTrade krijg je waardebon van $100. Okay. Je kan go buy say one dappe. Ik go buy one bank cell dat moet make you cost don. Geen probleem, zolang je naar die ProTrade. En van Tapa bankstel krijg je deze foto en die mensen mogen het zien. Hij is fout, bro. Ik kijk me ook grof, alsjeblieft. Je krijgt deze foto, wees die mensen, wees trots op je foto en het is Enver. Tijdens het basketballen hebben we deze foto. En kijk goed naar die schoen. Hey, simpel de vang. No, en ik ben trots op je.
Is op zijde met dit trots, Tapio. Jij bent echt een voorbeeld van de Surinaamse artiest. En weet je waarom ik dat zeg? Een heleboel van die Surinaamse artiesten is koif auroko. Trouwens, ik wil niet proko voor go singi. Is dat toch? Maar jij hebt het als hobby. Je zangcarrière als hobby. En je werk op de eerste plaats. Is dat toch? Je hebt gekozen om te gaan werken om je vrouw en je kinderen die je later gaat krijgen. Is dat toch? Ja. Van de heren daarboven. Is dat toch? Je kies voor. Is dat toch? Om voor ze te kunnen zorgen. Klopt. Is dat toch? En ver, hou het zo. Eén ding wat je wel voor ons moet doen. En ik ga al die mensen, iedereen die Enver op straat ziet, moet hem aan zijn oor trekken of aan zijn oor zeuren dat hij niet laat aan het werk mag komen. Want dat na biggie fout zou boeien mikketen. Je moet je verantwoordelijkheden kennen. Is dat toch? Je was hier ook een half uur laat. Het is jouw schuld. Het is zijn schuld. Maar we gaan stoppen. Dat was het voor dit keer. Is dat toch? En voor Isabassan zou het doen dadelijk, maar nog niet. Hij heeft het gezegd. Hij heeft een vriendin. Hij heeft nog geen kind. Is dat toch? Hij vindt het nog te vroeg. Maar hij houdt maar van één vrouw, één meisje. En dat is? Namu Fanny Betrouw. Dat was het voor dit keer. Tot de volgende aflevering van Tapa Bankstel. En voor elke klaring in een mindere camera. Vandaag is meneer Purperhart daar en die kijkt strakker hoor. Dus doe het goed. 1, 2, 3. Pap, pep, en pem. Pem, pem. Pem, pem. Pem, pem. Pem, pem. Puri, hoor even. En voor. Rap even wat aan snel, Jimmy. Want we hebben een actie mee. We gaan romantisch zijn. Even snel dat we gaan. Kijk, het is weekend en ik heb schitterende ideeën. We kunnen luxe dineren met z'n tweeën. Lekker een conversatie bouwen. Eentje die eindigt met mijn lippen op de jouwe. Laten we gaan eten. Lekker eten van John. Sweet. Sweet soul food. Die vork is al lekker, jongen. Laat staan aan. Ja, toch? Bro, man. 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 Bro, man.